ik ben Richelle van yinyoga.cards en in deze video laat ik je Twisted Child Pose zien aan de rechterzijde. Uiteraard kun je deze houding ook aan de andere kant doen. Om in deze houding te komen, kom je zitten op handen en knieën. Breng je knieën ietsje verder dan heupbreedte uit elkaar en je grote tenen samen. Breng dan je rechterarm onder je door met je handpalm omhoog gedraaid. En laat jezelf voorover zakken in de houding. Stel dat je in deze houding last krijgt van je knieën, omdat je knieklachten hebt, kun je deze houding ook doen liggend op je buik. Voor de Twisted Roots mag je komen liggen op je rug. Ik ga hem aan de rechterkant doen. Je mag zo meteen je rechtervoet over je gestrekte linkerbeen brengen. Dan trek je de knieën omhoog richting je borst en rol je jezelf op je linkerzij. Trek je de knieën nog wat verder op. Met je linkerhand kun je je rechterbovenbeen beetpakken. Dan leg je gewoon je hand op, hou je dat been tegen. Je rechterarm breng je omhoog en die laat je helemaal naar buiten zakken. En je hoofd draai je in de richting van de hand van die gestrekte arm. Hallo, ik ben Richelle van yinyoga.cards en in deze video laat ik je Happy Baby Pose zien. Om in deze houding te komen, kom je liggen op je rug en breng je allebei je knieën naar je toe. Laat je knieën uit elkaar zakken en breng je armen aan de binnenzijde van je benen. Leg je handen op je enkels neer. Pak dan je voetzolen beet aan de buitenranden. En breng je voetzolen in de richting van het plafond. Laat jullie de shoelace aan de linkerkant zien. Je mag komen zitten op je billen. En je voeten, je knieën breng je wat van de vloer af. Je brengt je rechtervoet onder je linkerbovenbeen door. En daar kom je naast zitten. Dus je rechtervoet onder je linkerbovenbeen, daar zit je naast. En nou breng je je linkervoet over je rechterbovenbeen. En dan kom je zitten. Als je dit heel lastig vindt, kun je eventueel een hand naast je plaatsen om je evenwicht te houden. Als je de ruimte hebt, mag je je armen rond je knie slaan, je hoofd loslaten, je ogen sluiten en jezelf langzaam in de houding laten zakken. 2, 3, 5 minuten. Ik ga jullie de half saddle pose aan de rechterkant laten zien. Daarvoor kom ik op de volgende manier zitten. Ik strek mijn linkerbeen. En mijn rechtervoet, dit is belangrijk, die plaats ik helemaal opgerold naast mijn rechterheup. Mijn linkerbeen ook gestrekt, ik breng de benen wat verder uit elkaar. En nu ga ik rek voelen, vooral met name in het bovenbeen, quadriceps. Maar je kunt ook je enkelgewricht en je kniegewricht voelen. En op deze manier kun je misschien wel je handen wat verder achter je plaatsen. Het gaat erom dat je niet te ver in het discomfort terechtkomt, maar wel dat je die rek gaat voelen. En dan kun je eventueel misschien wat verder achterover leunen. En misschien gebruik maken van kussens. Uiteindelijk je rug naar achter brengen of op je handen blijven steunen. Je mag ook je hoofd helemaal achterover laten hangen. Of je kin bij je borst, niet ergens tussenin. Kin bij de borst of je hoofd helemaal achterover. En dan mag je 2, 3 tot 5 minuten in deze houding blijven. Jullie nu de cattail of de kattenstaart zien. Voor deze houding kun je eventueel een kussentje gebruiken. Je mag op je linkerzij komen liggen. Als je geen kussentje hebt, ik zal hem eerst laten zien zonder kussentje. Dan mag je van je linkerarm een soort kussentje maken. Dan leg je je hoofd op, kun je op deze manier komen liggen. Als je liever een kussentje gebruikt, kun je je hoofd op een kussentje leggen. Ik maak geen gebruik van het kussentje. Ik leg mijn hoofd hierop, ik trek de knieën wat verder omhoog. Dan pak ik met mijn rechterhand de buitenkant van mijn onderste voet. Dus niet mijn bovenste been, maar mijn onderste voet. Dat been trek ik zo ver mogelijk naar achteren. En mijn bovenste been, rechterknie, plaats ik op de grond en die schuif ik zo ver mogelijk omhoog. Laten jullie de half butterfly zien aan de linkerkant. Uiteraard kun je dezelfde houding ook aan de rechterkant doen. Je mag komen zitten op je billen. En je linkerbeen strekken. Hoef je niet te overstrekken. Er mag een ronding zijn achter de knieholte. Je voet mag je loslaten. Mag je je rechtervoet
tegen je linkerbovenbeen aanbrengen. En van hieruit maak je jezelf lang, plaats je handen daar op dat been waar ze uitkomen. Je hoeft niet te forceren, je pakt gewoon je beenbeet daar waar je uitkomt. Laat je je hoofd los, sluit je je ogen en laat je je voorzichtig voorover zakken. De lying butterfly, de liggende vlinder, kom je liggen op je rug. En je brengt je voetzolen tegen elkaar aan. Je knieën laat je naar buiten zakken. En nou wil je rek voelen aan de binnenkant van je benen. Voel je dat niet, dan schuif je de voeten wat verder van je af. Net zolang totdat je voelt, oh ja, rek aan de binnenkant van de benen in de liezen. Je mag je armen verder van je lichaam brengen of je handen op je buik leggen. En dan waarnemen wat je tegenkomt aan de binnenkant van je benen.